Nieuw project. Ik ga een barbecue maken. Geen vragen zo, hè? Want dat is niet tegen hen. Ik spreek tegen hulle. Ik ga een barbecue maken. Ik ga een barbecue maken uit verschillende delen. Ik ga dat maken uit een tank, een gastank van de auto. Uit een gastank van een gasflesje. En uit een grote lange gasfles voor de halve tomaat. De halve tomaat. Dat is hem. Daar, ja. De halve tomaat. Maar ik gebruik kleinere flessen. Ik zal het eens laten zien. Hier, dat is de fles dat ik nu gebruik. Is ook een beetje rapper leeg, want anders duurt het te lang. Eerst dat op is, dan kost mij dat te veel. Dus, dat ga ik laten zien. Goed kijken, hè. Dat is het tankje, hè. Dat is het tankje. Ik heb dat juist al ontmanteld. Dat was de onderkant, want nu staat het ondersteboven. Zo. Dat stond zo. Zo, hè. Nu herkent iedereen dat. Ja, daar staan alleen geen kralen meer op. Die heb ik eraf genomen. Zo, even terug de goeie zetten, want zelfs ligt dat op de grond. En dat is de tank. Zo. Ja, ondertussen zijn ik er van alles aan toe. Dat is de tank die uit een auto gekomen is geweest zijn hebben. En dan hier hebben we die lange fles staan. Zo, dat is die lange fles. Zie je? Dat is een lange fles. Dat ga ik gebruiken als rookgedeelte. Te roken. Niet om te smoren, maar om te roken. Of om te smoren, ja. Eigenlijk, dat valt te zeggen, dat je het bezit. Hier zo, ongeveer, komt die grote tank. Ja, dat is de tank waar je het vlees in bakt. En hieronder die tank, komt die kleine tank, die blauwe. Dus die blauwe, die gaat daar aan die, deze hier, gaat dat daar aan vastgemaakt worden. En die grote, die gaat hier zo, recht omhoog staan. Zo. Dat gaat een deksel worden. Hè. Ik ga dat wel toe doen en daar een handvatje op zetten. Dan is dat toch wel knap. Hè. En ik hoop dat toch. Goed, dus dat is het begin. Dus eerst alles afsluipen, was ik mee bezig. Die prullen moeten daar ook nog af. En dan gaan we deze gaan we daar plat, zo, plat tegenzetten. Dat is voor de kolenjes in te doen. Ook nog een systeem zeker voor daar licht in te krijgen. En dan gaat de warmte van hieruit, zo, in de tank. Zo gewet, gaat die locomotiefjes al wel gezien. En dan, dat is voor te stomen. Wanneer ik dat ga gebruiken, ik weet dat niet. Maar dat gaat eraan vast en dat gaat al een beetje dienen als steunpaal voor die al die bazaar vasthouden. Goed, dus daar moet ik, in die moet ik daar ook nog een deurken neer en een deurken van onderin doen. Want ik zou dat dan ook willen combineren met van onder kunnen daar hout krullen in doen voor te roken. En dan kun je ook nog ondertussen roken of afzonderlijk roken met de... Ja, gaan we het wel vallen. Goed, is een uitleg duidelijk? Voor mij niet meer. Ik is altijd niet vergeten. Veiligheidsbril. Ik krijg een banaan, ja. En anders hoort je vrouw niet meer. Dat is natuurlijk wel lastig. Oké? Okay? Dus dat doe je op je oren, dan hoort je niet wat een onzin dat je verkoopt. Kun je bijvoorbeeld onder een zijn een band leggen of zo? Je zal daar content mee zijn als je vertrekt.
Nou, als mijn pil toch wel op, zeker. Tjonge. Zo, ik heb dat afgetekend. Waarom heb ik dat gedaan? Ik heb dat spel hoger gezet. Ongeveer zo in de helft van de deze neer. Zo, zo. Ja. Dan heb ik langs de deze afgetekend. Zo. Afgetekend, zo. Hier, kijk, zie. Zo. Zop. Ja. Zo maar bekken. Dan heb ik die nog hoger gezet. Hoger dan die. Dat was 30 centimeter van hier tot daar. Ik heb die hier op tafel gezet. Hè. Die stond hier op tafel. En dan heb ik van onder getekend. Zo, ik ga eens laten zien. Zie, van onder getekend. Dan heb ik dat zo wat geschat. En nu ga ik zorgen dat ik hier zo zeker binnen blijf. En dan zou dat misschien moeten gekomen. Misschien ook niet. Goed. Oké. Gaan we eraan beginnen, we gaan het eruit slijpen. Als ik dat eruit geslepen heb, dan met deze kant hier zo. Sst. Nog over die fles daar. Daar zo ergens. Daar zo. Waar is het? Wacht, mijn hand. Hier. Hier zo, op die hoogte. Komen. Zodanig hoogte dat je werken hoogte. Hè. Goed. Oké. Okay. Zo, ik heb hem op zijn pikkel gezet. Dan kun je beter zien dat ik moet slijpen. Hè. Goed. Normaal gezien zou ik dat gedaan hebben met een versleten slijpschijf, maar ik heb geen meer. De diameter is kleiner. Je kunt gemakkelijker die bochten maken. Wat moet je doen? Wel wat lekker. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar moeilijk gaat ook. Ik heb geslepen, zo ongeveer tot 12. Goed zijn, dankjewel. Ja. Ja, ik heb zo wat geslepen tot waar dat goed zijn. Ik had de ene kant en nu de andere kant. Dus ik ben niet doorgegaan. Juist genoeg. Oké. Okay. Je slijpschijf kan altijd goed recht houden. Ik ben er al bijna door, maar nog niet helemaal. Ik heb hem aanhouden, ik heb mijn lederen sport aan. Ik zou dat ook aandoen als ik van de hierin past. Toch op bekken, hè. Dan gaan we het zien. Die fles die past daar een beetje in. Niet helemaal, moeten we nog wat bij werken. Er kan nog genoeg om bij te werken zijn. Goed. Dan gaan we het uit. Ik pak een stuk krijt. En ik teken het nog op. Thank you.
zeggen, het past niet helemaal. Ga je dat eens bewijzen? Het past helemaal niet. Oké. Goed. Dus, je ziet, dat past dus helemaal niet. Dat is wat op het oog afgetekend. Komt tamelijk goed. Ik vind dat toch zo. Hier ook. Goed, dus wat moeten we doen? We moeten er hier nog wat afdoen. Tot daar zo. En ik denk dat ik dat eerst aan de ene kant ga doen en dan aan de andere kant. Goed, oké, we zijn weg. Zo. Zijn we weg? Waar gaat heen? Ah, nee, oké. Dus ik ga dat proberen. Schatten, zo. Ik ga mijn krijtje pakken. Zo mijn krijtje nog kwijt. Mijn krijtje natuurlijk. Nou. Hier wat. Zo, ik moet zien dat we een beetje recht blijven. Ik ga tot er zo. Afslapen, ja, het is wel risky, maar het is te veel. Ah, we zijn weg. Dat is
is tamelijk goed. Het is, gaan we nu op de eerste. Voilà. Het past goed. Ik heb nu nog wel een spleetje, maar ik ga zelfs nog bijwerken met de afbraamschijf. Dat past tamelijk goed. Ik ben er content van. Ik ga daar mijn plan nog wat mee trekken. Dus, ja, de rest zien we wel. Zo, het fit bijna perfect. Bijna. Nog een paar millimeter open. Dat smelt wel toe met de lofpos. Ah, alstublieft. Zo, dus wat gaan we nu doen? Dan gaan we op deze aftekenen. Hè. Laat het doen met een stukje krijt. Krijt, krijt, streep, streep. Rond. Zo. Zo, dan krijt je dat verbroken. Echt wel dik moet allemaal niet op. Zo. Hier ook nog. We gaan naar hier. Ah, dat is het. Is toch water? Ik kan er niet op tekenen. Maar dat is niks. We hebben niet veel nodig. Ah. Goed. Dus dan nemen we het erop. Dat is het weer eens neer. We gaan er weer komen. Hier op de grond. Zo. Binnen. Is dat afgetekend. Wat ga ik net doen? Nu ga ik daar zo een centimeter, een half van laten staan, 2 centimeter zo. De juiste maat natuurlijk, zodat je me kent. Ik ken hem met de goede maten. Ja. Maar mijn maten komen niet helpen, dus dat ik het allemaal in doen. Dus mijn maten kunnen niet komen helpen. Die gasten kunnen dan niet. Dan gaan we dat zwijpen. Verlekken aan. De plaat stoppetjes op door. En we zijn vertrokken. Niet met deze, maar met de andere. Dat is uitschuiven, ja. Oké. We hebben dat proper gemaakt, zo, wat bijgeslepen en proper gemaakt, hè, afgeslepen. Hier zo, zodanig dat we daar dachtig kunt lossen. Dat is niet goed, hier moet ik nog wel aan slapen. Dat moet ik dan direct doen, voordat ik verder doe. Even, het moet proper zijn, hè, voor te lossen, want anders krijg je geen goede los. En dan zitten we daar bij een bazaar. Gewoon voor een gat. Dus. Als dat is het wat er krijgt, wat gaan we nu doen? Nog wat vastbinden. De vloeien zetten. Dat is mooi zien dat we nog. Ja, we hebben nog verf zitten. Niet waar, zeg. Nog zoveel verf. Allee, van hè. Nog een beetje van doen. Hè. Ja, dat is altijd. Pas weg, ik kan het niet alweer gaan. Zo. Dat ziet er nog altijd niet genoeg uit. Ja. De hele bazaar is verder uit. Zo. Moet dat in elkaar. Oké. Zo. Dat is goed. Dat is minder goed.
Zo, echt er alles af. Zo. Oké, gaan we nog eens controleren wat dat goed staat. Nee, dat staat niet. Dat moet zo staan. Oké. Zo. Zo moet dat te staan. Dat staat tamelijk goed. Zo ziet dat hier. Dat is onze soeplossen. Die gaan vloeken. Dat is een nieuwe maken. Dat doe ik graag. Maar ik heb het ook. Ik ben een van degenen die nog wel flink van zijn werk kan maken. Zo. Wat gaan we doen? We gaan het eerst vastspijten. En dan gaan we zien hoe dat dat is. Het is als gelast. We gaan naar de last kijken. Hè? Dus dat gaan we dan ook niet doen. De indruk dat geen. Ah ja. Iets dat heel simpel is, heel tof. Dat is de elektriciteit insteken van je lastpost. En dat ook aanzetten. Dus soms is dat nodig. We gaan zien dat we contact krijgen. Ja. Smeur. Smeurie. Oh, ik had het ook eens vastpoetsen. Nee, ik kijk er niet in, ik doe hem nog toe. Zie, ik zet aan en dan druk. Oh, nog een keer. Fantastisch, gewoon. Even van onder gaan we dat ook eens doen. Zo. Even erachter van onder gaan we dat ook doen. Als we kunnen, hè? Ja, is hè. Dat is ongelooflijk, maar dat is niet vast. Zo. Ik had weer mijn klem op de mast gezet natuurlijk. Dat gaat dan niet. Oké. Dat lijkt goed. Dus, druppel. Nu kan ik het aflossen. En achterna ga ik hier in slijpen, dat is voor de kolen in te doen. Dat ik inzetten, het is nog veel krul en brulwerk. Oké, we zijn vertrokken. Mijn laskap, alles. Zo, even kijken of daar wat je kunt zien. Hallo, ja. Oké. Eerste was moet gelegd, dames en heren. Eerst moet ik de mas vastmaken. Ja, dat is als je te veel energie verbruikt, dan vliegt de plom. Misère de misère. Oké. Okay. De plom, ongelooflijk plom. Komt u maar beter tegen. Smeet de kamel. Gewoon afgelast, nu de volgende oplossing. Voilà, was het een beetje naar boven. Thank you.
Derde keer. Goeie keer. 100 jaar.